Da-da-da-da-da, hey, daar heb je kakker, hey, daar heb je kakker. Welkom bij Kakker, ons soort kinderboek. En vandaag lezen voor uit Kakker, viert oud en nieuw. Kakker is blij, want het is oudejaarsavond. Normaal vieren ze dat met de hele familie, met appelflappen en glühwein, oliebollen, champagne en heel veel vuurwerk. En dit jaar zal niet anders zijn. Papa Robert-Jan heeft namelijk een hotel afgehuurd in Twente. Is het voor één huishouden? Vroeg de hotelier aan de telefoon. Ja, antwoordde Robert-Jan, want hij is van plan flink te gaan huishouden. We gaan vieren dat bij de aandelen Pfizer enorme waarden zijn gestegen, zegt hij tegen mama Sophie, die een tas van de Society Shop volpropt met hunterlaarsjes. Ze komen aan in het hotel. De hotelier verwelkomt ze. Door het mondkapje, het spatscherm en omdat hij Twents praat, kan niemand hem verstaan. Het gaat over niet in de bar mogen komen, geen diner in de eetzaal, geen gebruik van het zwembad en nog wat dingen die niet mogen van Jaap van Dissel. Oh ja, en dat hij gastheer is en taken heet. Niet erg gastvrij van een gastheer. Tjongejonge, zucht mama Sophie. Er mag heel veel niet, roept Kakker tegen Anne Fleur, die prompt begint te huilen. Het lijkt hier de overheid wel, bast opa Cabrio, die aartsliberaal is en pleitbezorger van minder regels. De hotelier zegt, de chef-kok kan lattes to go maken en er is ook een takeaway 7-gangen diner. Dat wordt in een plastic zakje aan uw hotelkamerdeur gehangen, inclusief het wijnarrangement. Oma Chardonnay zegt, doet u mij maar gewoon 7 flessen witte bourgogne to go. Zij is klaar voor de clockdown. ZZP'er Oom Gijsbrand kocht van zijn Tozo-uitkering op de valreep nog heel wat Romeinse kaarsen en siervuurwerk. De hotelier stapt op hem af. U weet dat dit jaar verboden is? Ja, antwoordt Oom Gijsbrand, maar ik steek het pas volgend jaar af. Ongerustgesteld druipt taken af. Robert-Jan vraagt nu aan de hotelier, hoe bedoelt u het zwembad is gesloten? Mijn kinderen gaan zwemmen en daarmee uit. Spring maar in, zegt hij tegen Kakker en aan de Fleur. En jij ook. Heeft u tegen mij? Vraagt Taken. Nee, tegen hem. En hij wijst op Labrador Bo, die kwispelend met zijn staart een bommetje maakt. De hotelier zegt, dit mag absoluut niet. Robert-Jan dreigt met een kort geding en als de hotelier blijft tegensputteren met een lang geding. Opeens loopt het zwembad leeg. Taken heeft het gedaan. Regels zijn regels, zegt hij. Iedereen roept verontwaardigd, zeer ongepast. We spekken deze toko met onze zuurverdiende centen. Reken maar niet op lovende woorden bij TripAdvisor. Het is kleinzielig en kleinburgerlijk gedrag. Niet redelijk en niet billijk. Daar is Kakker. Hij fluistert in het oor van Robert-Jan. Briljant, Kakker. Even later sjouwen ze met tafels en stoelen uit de eetzaal. We tekenen het even mee, roept Oom Gijsbrand. Taken heeft het niet door. Hij is flauw gevallen. Niet door deze actie van zijn ubercorrecte gasten, maar door een walm van Chanel, Givenchy en Chardonnay. De oma's en Sophie hebben zich opgetut en lopen langs. Bo likt en lebbert aan het gezicht van de hotelier, maar zonder resultaat. Bo denkt dat hij een oliebol is, walmt oma Chardonnay. Even later zit ze aan het 7-gang diner, in het zwembad. Zo houden ze toch 1,5 meter afstand tot de rand. Op de duikplank staat het kaasplateau, de oliebollen liggen er warmtjes bij in de sauna en de poepel staat in het ijskoude dompelbadje. Robert-Jan proeft de champagne. Elegante neus, noterige aftronk met een vleugje chloor. Deze dining room is outstanding gedesinfecteerd, galmt opa Bridge. En dan is het middernacht. Waar is oom Gijsbrand? Daar! Hij zwaait buiten bij het raam. Hij wijst op zijn spatscherm en steekt de iets te korte lontjes aan. Wat een prachtshow. Maar opeens horen ze sirenes. En dan zien ze zwaailichten. Woeps! De politie. Iedereen duikt diep in het zwembad en de agenten zien niets. Alleen oom Gijsbrand heeft iets uit te leggen. Het is 2021. Is het dit jaar ook verboden? Hij moet mee. Dat wordt een nachtje brommen. Iedereen is moe en gaat naar bed. Snel ligt iedereen te snurken, behalve oom Gijsbrand, die in zijn cel van 1,5 bij 1,5 meter afstand houdt van een paar andere vuurwerkwaanzinnigen. Slaap lekker, Kakker. Dat lukt vast op die heerlijke luxe hotelmatras. Misschien is die ook wel to go. Take maar lekker away naar het gooi. Dag!
Kakker.